In dit hoofdstuk gaan we schablonen bespreken. Een schabloon is een model dat kan dienen als standaard om een nieuwe brief, een nieuwe envelop ofzovoort te gaan aanmaken. Een schablonen kan je hier al gaan openen, maar kan je ook laten zien dat je op het internet, hier heb ik gesurfd naar de website nl.libreoffice.org, dat je in het onderdeel Functies ook naar schablonen kan gaan. En je krijgt dan een lijstje heel beneden waarin dat je kan gaan zoeken op hun eigen LibreOffice Wiki. Naar schablonen of dat je gaat eens een keer surfen op opentemplate.org. Een template is de Engelse vertaling van een schabloon. Als je daarop drukt, dan kan je gaan zoeken. Ik wil een teksttemplate of een tekstschabloon en je kan daarin gaan scrollen en gaan zeggen: ik zoek er bijvoorbeeld eentje om een curriculum vitae te maken, bijvoorbeeld deze. Je kan erop zoomen, je kan gaan zien hoe hij eruit ziet. Ah, je ziet er nu niet zo heel veel over, of niet zo heel veel van. In de vorige afbeelding kon ik wel scrollen, maar in deze nu niet. Dat is een beetje vervelend. Ik zal het nog een keer proberen. Nee. Maar je ziet al dat er een speciale opmaak is voorzien voor naam, adres, de datum enzovoort. Dus een schabloon is een voorgedefinieerde opmaak. Nu, we kunnen zo'n opmaak kopiëren van het internet, maar beter is natuurlijk als we er zelf een zouden maken. Stel dat we er eentje willen maken, en ik doe mij voor alsof ik de leerkracht ben die de ICT-workshops geeft, wat ook uiteindelijk natuurlijk klopt. Ik ga een nieuw tekstdocument maken en ik ga aan dit document de standaard opmaak al geven. Dus ik ga dit document opbouwen alsof dat de standaard zou zijn voor mijn nieuwe brieven. Nu, wat ga ik daarvoor doen? Je ziet al dat ik mijn stijlenvenster open heb staan. Ik ga ervoor zorgen dat altijd als er een brief gemaakt wordt, dat er een kop- en voettekst voorzien wordt. Je weet dat ondertussen. Je gaat naar opmaak, pagina. En ik ga bij koptekst een vinkje aanzetten en bij voettekst een vinkje aanzetten. Als ik nu op toepassen druk, dan ga je zien dat er al een witruimte voorzien is in het koptekstgedeelte. Nu, ik wil mijn voettekst nog wat accentueren, dus ik ga er een kadertje rond zetten. Meer, en ik zeg een kader rond mijn voettekst. Ik druk op OK. Oké, en je gaat beneden aan de pagina al zien dat er een kader op mijn voettekst zit. Wat wil ik nog? Dat alle letters die getypt worden niet in het standaard Times New Roman lettertype staan, maar in een ander lettertype. Daarvoor ga ik de stijlstandaard natuurlijk aanpassen. Dat kan ik doen door hier op meer te drukken, dan krijg ik terug mijn kadertje. Hier is het standaard opmaakprofiel voor paragrafen of alinea's. Ik ga dat wijzigen en ik ga zeggen: mijn lettertype moet, ik zal als voorbeeld even Tunga pakken, standaard 12 punt grootte. Toepassen. Oké, en je gaat zien, alles wat ik type, test, is al in dit lettertype. Dus dat is prima. Ik ga mijn koptekst ook al invullen. Wat moet er in mijn koptekst staan? In het midden van mijn koptekst moet er komen te staan wat de titel van mijn document is. Niet alleen de titel, maar ik bedoel eigenlijk de bestandsnaam. De naam waarmee het bestand zal weggeschreven worden. Dat is natuurlijk een speciaal veld, dus ik zeg invoegen, velden. Overige. En ik ga eens eventjes kijken. Het moet met mijn document te maken hebben. Ik ga de bestandsnaam willen gebruiken, maar ik wil de bestandsnaam zonder de extensie. Dus daar moet niet bij komen te staan .odt. Dus de bestandsnaam zonder extensie. Ik doe invoegen, sluiten en je gaat zien dat er al een grijze kader voorzien is. Waarom zit daar nu nog niks in? Dat komt omdat mijn document nog niet opgeslagen is, nog geen titel heeft. Nu, onderaan wil ik mijn voettekst ook aanpassen. Ik wil een beetje van de kantlijn blijven en ik wil hiervan gaan plaatsen de datum. Ik zeg invoegen, velden en ik zou kunnen zeggen datum. Dan krijg je deze opmaak. Ik ga je ook laten zien dat je andere opmaak kan kiezen. Dus ik doe hem even weg. Invoegen, velden, overige. En dan kies ik bij de datum en dan kan je hier zien, je kan allerlei soorten opmaken gaan gebruiken. Je kan er zelfs andere gaan maken. Zelf gaan definiëren, maar dat gaan we nu niet doen. Ik wil gewoon deze opmaak met het jaartal volledig. Dus ik doe invoegen, sluiten en je gaat zien staan 31 december 2012. Aan de rechterkant wil ik mijn paginanummer hebben. Dus wat doe ik? Ik druk één keer op tab om tot op het gecentreerde gedeelte te komen. Ik druk nog eens op tab om aan de rechterkant te komen. Dus hier moet mijn paginanummer komen. Invoegen, velden, paginanummer. Ik druk een schuine streep op mijn toetsenbord. Invoegen, velden en het aantal pagina's. En ik ga er opnieuw een spatie achter zetten, zodanig dat hij een beetje van de kant blijft. Dit lijkt mij al prima. Ik ga er gewoon voor zorgen nog dat onze titel, die hier zal verschijnen, dat die niet te groot wordt. Dus ik ga die wat kleiner maken. Ik ga die puntgrootte 10 geven. Wat zou nog mooi zijn, dat in iedere pagina die dat we hiervan afdrukken, dat we daarvan weten dat die met de ICT-workshops te maken heeft.
Daarom ga ik een watermerk toevoegen aan deze pagina. Ik ga een fotootje hier altijd rechtsboven op iedere pagina plaatsen. Dus wat doe ik? Opmaak pagina. En ik ga naar de achtergrond van die pagina. Ik ga geen kleur kiezen, maar een afbeelding. Ik ga bladeren naar die afbeelding. En ik kies de workshop die ik al een beetje transparant gemaakt heb. Ik druk op openen. Ik kan natuurlijk ook de positie bepalen in mijn document. En de positie moet rechtsboven worden op mijn pagina. Toepassen. Oké, en je gaat zien, hier zit ons watermerk, als het ware een logo in iedere pagina. Nu, wat wil ik nog? Dat iedere keer als je op die pagina komt, dat er gaat ingevuld worden voor welke leerkracht dat deze brief bestemd is, of welke leerkracht deze brief zou schrijven. Dus hier gaan we plaatsen leerkracht, dubbelpunt. Hierachter zal de naam van de leerkracht moeten komen. En daaronder de leerling. Dubbelpunt, spatie. Ik kan bijvoorbeeld hier deze opmaak nog gaan aanpassen. Als ik nu zeg, dit moet extra een ander lettertype krijgen, zodanig dat we dat goed gaan zien. Er zitten veel lettertypes in LibreOffice. Ik kies er eentje dat redelijk goed opvalt. Voilà, dit is een duidelijk lettertype. En al de rest, tekst, ga je nog steeds in Toonga zien staan natuurlijk. Dat is geen enkel probleem. Dus bij de leerkracht moeten we de naam van de leerkracht gaan invullen nu. Om fouten te vermijden gaan we ervoor zorgen dat de gebruiker die deze brief maakt maar de keuze krijgt uit drie leerkrachten. Dus we gaan een speciaal veld invoegen. Invoegen velden en ik ga met overige velden werken. We hebben niets nodig dat al in het document staat. We gaan zelf een functie maken. En je kan hier zien dat er een aantal functies voorhanden zijn. Ik ga er maar een paar bespreken. Ik ga de invoerlijst gebruiken voor leerkracht en invoerveld voor leerling. Dus ik ga een invoerlijst maken. Wat moet daarin zitten? Daar zit mevrouw Migliore in. Toevoegen. Daar zit meneer Van Antwerpen in. En als laatste voeg ik mijzelf ook toe. Meneer Veldje. Voilà. Dit is een alfabetische lijst. Die drie dingen gaan in de lijst komen te staan. Ik druk op invoegen. Ik druk op sluiten en je gaat zien dat hij zelf al mevrouw Migliore voorstelt. Gewoon omdat dat het eerste uit de lijst is. Op zich hoef je daar nog niet echt rekening mee te houden. Hier moet de naam van de leerling in komen, maar ik ga er proberen de leerling aan te helpen denken dat hij zijn voor- en achternaam noteert. Dus opnieuw invoegen velden, overige. We gaan een invoerveld maken en welke verwijzing krijgt hij? Voor- en achternaam. Ik druk op invoegen. We krijgen een tweede kadertje waarin dat we dat eventueel nog zouden kunnen bewerken. We drukken op OK. En we drukken sluiten. Op dit moment zou alles in orde moeten zijn. Dit is mijn pagina zoals die standaard zou moeten verschijnen. Nu ga ik dit bewaren als een schabloon. Als een template. Hoe doe ik dat? Via bestand. Schablonen. Opslaan. Dus ik ga dat opslaan. Ik ga die plaatsen bij mijn schablonen. Je ziet dat ik reeds schablonen heb voor Kaarsen, Genk en het Lyceum. Deze is nu voor de ICT workshops. Zo. Ik druk op OK. Hij gaat even wat dingen bewaren op de achtergrond. En dat is eigenlijk voldoende. Vanaf nu is mijn schabloon al ingevoerd. Stel dat we dit schabloon nu voor de eerste maal eens willen gaan gebruiken. Ik sluit gewoon dit document. Hij komt vragen, wil je het document zelf ook nog gaan opslaan? Deze brief zoals je die nu ziet. Dat heb ik nu niet nodig, dus ik druk op verwerpen. En ik ga eens een nieuw document aanmaken op basis van dat schabloon. Daarvoor kies ik bestand nieuw. Ik ga niet kiezen voor een tekstdocument, maar we gaan vertrekken van een schabloon. Ik druk daarop. Dan krijg je te zien welke schablonen wil je gaan gebruiken. Iets uit mijn documenten of iets dat je bewaard hebt bij schablonen. Dus ik kies daar schablonen. Ik weet dat die stond in mijn schablonen, dus ik dubbelklik. Ik zie hier een aantal. Ik kan die al openen en je ziet wat dat de titels van die documenten zijn enzovoorts. Ik wil degene gebruiken die we zojuist gemaakt hebben, ICT Workshop, en ik druk op openen. Wat ga je krijgen? Je gaat de eerste keer een keuze krijgen. Je staat bij leerkracht. Welk item wil je gaan kiezen? Mevrouw Migliore, meneer Van Antwerpen of meneer Veldje. Stel dat ik zeg meneer Veldje en ik druk op OK. Dan ga je zien dat hier van boven de naam al correct is ingevuld. De voor- en achternaam van de leerling. De leerling heet Jan Peters. Ik druk op OK en je gaat zien dat die naam ingevuld is. Als je aan de brief begint, dit is de brief voor Jan. We zullen daar maar zijn volledige naam bij zetten. Je gaat ook zien, als ik
meer tekst zou typen en ik zou er op de volgende pagina geraken. Dus dat doe ik nu door een Ctrl-Enter in te geven. Dit is pagina 2. Als we naar beneden scrollen, dan ga je zien aan de voettekst, de datum is juist. Hier staat pagina 2 van 2. Dus de kop- en voetteksten werken. De koptekst nog niet helemaal. Je ziet daar nog steeds een grijs kadertje. Dat komt omdat we het document nog steeds niet hebben opgeslaan. Dus als ik nu kies voor bestand, opslaan of opslaan als, dat maakt nu niet zo heel veel uit. En ik noem dat brief ICT workshops voor Jan Peters. En ik druk op opslaan. Dan gaat hij dat natuurlijk opslaan op mijn harde schijf. Als alles voltooid is, dan gaan we van boven moeten zien staan dat hij de titel ook aanpast. Brief ICT Workshop Jan Peters. En wat heb je in één weg ook gezien? Hij ging hier ook de titel rechtstreeks invullen. Je weet ondertussen dat alles wat in het grijs staat niet mee afgedrukt zal worden. Ik zal je laten zien wat dat het afdrukvoorbeeld is. En ik zal het proberen op één pagina te houden en wat te vergroten. Zo. Je ziet dat de titel altijd meegenomen wordt. De namen staan er juist in zoals we het wouden. Het logo staat erin verwerkt. Het lettertype is het standaard lettertype dat we wensen. Ook op pagina 2, waar het ook het watermerk zit. En ook hier klopt de kop- en voettekst. Dit is het gebruik van schablonen.